Yes, lieve kijkers. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag ben ik op een filmset. Er zijn namelijk opnames voor de film Scotoe met grote namen. Waaronder onze hiphopvriend Adje. Maar hoe gaat het er nou aan toe op een filmset? En hoe word je acteur? Veel kijkplezier. Starring Kallie. Zet je telefoon uit! Nou, op de set van Scotoe kom je zomaar Adje tegen. Hoe kan dat nou? Dat is lekker, papa. Lekker man, lekker man. Acteren weer. Maar we kennen je natuurlijk als rapper. Toch nog even om daar naar terug te gaan. Het was laatst 50 jaar hiphop en ik zag jouw naam overal opduiken. Ik heb het de laatste tijd in mijn hoofd en ik denk ik ga het toch gewoon eruit gooien. Vroeger was hiphop echt voor mij super A en big thing. De tijd van Slaughterhouse Gang was echt super groot. Maar toch heb ik het gevoel dat hiphop op een bepaalde manier een beetje aan het afbrokkelen is. Ja, ik denk dat het komt door wat ik net zei. Ik denk dat het een business is geworden. Zijn mensen meer gefocust op cijfers wanneer ze muziek maken. En wij waren niet gefocust op cijfers, maar wij waren gefocust op wat willen we zeggen. Wat voelen we echt. En op het moment dat mensen muziek gaan maken voor de cijfers, dan gaan ze gewoon kijken naar wat heeft gescoord en dat proberen na te maken. Je weet toch? En dan krijg je heel veel plastieke muziek, zeg maar. Over hiphop weet je natuurlijk veel, maar inmiddels ook acteren. Dit is al je hoeveelste project? Ik heb 3 films, dit is mijn 3e film en 4 series gedaan. Oké. Was dat iets waarvan je toen je artiest was dat je dacht van, ik zou ook wel een keer willen acteren of hoe hoor je daarin? Gek genoeg was dat een van de eerste dingen die ik dacht dat ik zou gaan doen. Hoezo? Fresh Prince, Will Smith, dat was de eerste... Het eerste wat ik op televisie zag waarvan ik dacht van oké, dit ben ik, dit zijn wij, dit zijn... En het klinkt heel raar als ik dat nu zeg maar als je komt uit de jaren 80, dan zwarte mensen op tv was nieuw. Nu is het normaal. Ja. Maar toen was dat nieuw, dus dat was de eerste persoon waarin ik mezelf herkende. En toen kwam Chris Cross en toen kwam Dr. Drain, Snoop Dogg en toen dacht ik ja, rap. Toen ging het los, ja. Oké. En je hebt een gangsterrol-achtig iets. Ik heb je wel vaker als gangsterrollen gezien. Vind je dat leuk? Of zeg je van, nou, ik wil ook wel eens een leuke vader spelen? In Ruina, dat is een serie die op Amazon komt. Die moet nog uitkomen? Die moet nog uitkomen. Daar speel ik advocaat. Ja. Oké. Ironisch? Wel een gangsteradvocaat. Oké. Dus toch klopt er iets niet. Maar, ik ben wel advocaat. Oké. Ik heb 1 keertje... Undercover agent gespeeld ook in een serie, Phoenix. Dus ja, ik denk dat ze wel meerdere rollen voor mij hebben. Nu dus vandaag onderdeel van de opnames van Scotoe. Wat voor een rol heb je precies hier? Hoe heet jouw karakter? We hebben niet eens, gek genoeg, we hebben niet eens een naam. Geen eens een naam? Nee. Ik ben gewoon Adje. Nee, ik ben geen Adje, maar ik ben de handlanger van. En de naam wordt nooit echt genoemd. Oké, je bent gewoon een goon eigenlijk. Ja, maar je hebt wel tekst, toch? Ja, ik heb tekst. Ik heb ook een hele toffe scène met Okkie. Met wie? Okkie. Okkie speelt ook in de film? Ja man, ja. Oké. Wat gaat hij doen? Hij is gewoon een van de mede-gangsters. En gaat hij weer jatten of is hij gewoon in de back? Hij heeft een klein rolletje met mij dat we zeg maar wat zaken lopen te bespreken. Maar dat vond ik vet. Maar dat geeft die film toch een extra gevoel van echtheid. Nee, is cool man, dankjewel. We gaan nog even rondkijken en verder succes vandaag man. Thank you. Top. Ja mensen, op de set van Scotoe komen we onder andere Saïd en nou komt hij Puma'shoek tegen. Man. Dankjewel man. Hoe gaat het met je? Alles goed, zeker met jou? Ja, goed man. Ja. Wat is jouw aandeel vandaag in de film? Mijn personage is Xavier, zeg maar de bad guy in de reeks, maar op een heel elegante manier. Het is een karakter met heel veel gelaagdheden. Leuk, het is comedy. Nou, ik presenteer eigenlijk een klein stukje en ik kondig Roos aan, dus als de nieuwe modeontwerpster van, ja, ik wil niet zeggen van Nederland, maar van het moment. Ja. En dan neemt zij het stokje over van me en dan vertelt ze een beetje over de modellen, de collectie en dingetjes. Dus dat was wel heel... Kort maar krachtig. Kort maar krachtig, ja. En u zei net dat u misschien wel een beetje de kriebels ervan kreeg. Als u het nou voor het kiezen had, hè? Wat voor film zou het worden? Ja, maar dan, ja, dan ik vind alles proberen wel, nou niet alles, laten we, anders krijg je geen adults of zo, dat soort dingen. Nee. Maar ik hou altijd wel ook een beetje van, ja, ik vind Mocro Maffia ook heel leuk. Misschien toch een shooter met u in de hoofdrol? Nou ja, je weet het niet. Ik hou me aan jouw woorden vast. Ik ben hartstikke benieuwd. Scotoe, de film, wat het gaat worden, hoe het eruit gaat zien. Dit komt er natuurlijk aan. Wat komt er voor jou nog meer aan? Waar kunnen we je zien? Ik hoorde net iets met de nummer 2. Of is dat nog geheim? Ja, dat mag wel. Er komt er sowieso een MM6. Mocro Maffia 6 komt. Patser 2 komt. Daarnaast schrijven, strijden. En gewoon keep the engine going. Ik vind het motiverend, man. Dankjewel, er komt nog veel aan, dus aan het werk jij! Kallie. Sowieso, Kallie is hier. Heel lang.